10 helden van het schietdrama in Alphen aan den Rijn zijn vrijdagochtend onderscheiden. Het Carnegie Heldenfonds reikte de onderscheidingen uit omdat de 10 mensen bij het schietdrama van zaterdag 9 april heldhaftig hebben opgetreden, soms met risico voor eigen leven. Die zaterdag schoot Tristan van der Vlis 6 mensen en zichzelf dood in winkelcentrum De Ridderhof. Een verwarde man is donderdagavond overleden na een schietincident op de Grote Markt in Den Haag. Daar dreigde hij met een mes waarna de politie hem in zijn been schoot. Hierop stak de man zichzelf meerdere malen in zijn nek. Hij bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een omstander raakte licht gewond door een afgeketste politiekogel. De Goudse burgemeester Wim Cornelis heeft bij de bouw van zijn huis in Ghana te weinig gedaan om de schijn van belangenverstrengeling te mijden. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG. Cornelis liet zijn huis bouwen voordat hij een vergunning had, maar de burgemeester zegt dat dit in Ghana gebruikelijk is. Of de burgemeester bij de bouw van het huis financieel voordeel heeft gehad, is niet bewezen. De provincie Zuid-Holland gaat bezuinigen op de regionale omroepen. Volgens gedeputeerde staten krijgt Omroep West volgend jaar 5% minder subsidie. Hierdoor loopt West in totaal zo'n 1,1 miljoen euro mis. Vanaf 2013 loopt de korting op tot 10%, waardoor in totaal 1,6 miljoen euro wordt geschrapt.